Leuk dat jullie weer kijken. Juist jullie rondkijken op de aardappelpercelen, dan zien jullie op heel veel percelen dit soort karretjes rijden. Dat is pootgoed. Andere percelen waar je niks ziet rijden, dat zijn heel vaak consumptiepercelen. Dat zijn aardappelen die worden geteeld om op te eten. Dit is pootgoed. Dit is de bedoeling om geplant te worden, weer de oogst hiervan. En wat doen we op die karretjes? We zoeken zieke planten eruit. Nou, hier staat een virusplant. Ik zal hem er eens uitsteken. Ik heb er nu wel twee, maar eentje is echt ziek. Deze is goed, maar deze is ziek. Waarom moeten deze knollen er nou uit, deze planten? Nou, als je de nakomelingen, de nieuwe knolletjes, volgend jaar weer plant, dan komen er minder kilo's af. Hoe komt het nou dat deze plant ziek is? Deze knol, deze plant, die is vorig jaar vergeten met selecteren, de oogst van die zieke plant, of hij is in het seizoen door de groene persik bladluis geïnfecteerd met het virus. Hoe gaat dat nou als hier een zieke plant staat? Ze zeggen dat die groene persik bladluis, want die brengt het eivirus over, die wordt aangetrokken door die zieke plant. Hij prikt op die zieke plant, pakt het virus mee op zijn snuit. Hij vindt die plant niet lekker, springt naar de volgende plant en besmet de nieuwe gezonde plant weer met het virus. Wat denken jullie van deze redenatie? Zou dat kloppen? Om dat te voorkomen dat dat virus overgebracht wordt door de snuit van de groene persik bladluis, spuiten wij elke week 1 of 2 keer olie. Dat is minerale olie. Dat wordt zowel gebruikt in de gangbare teelt als in de bioteelt. Nou, dan gaan we nu weer verder met selecteren om de laatste zieke planten eruit te halen. De keuring is al begonnen door de NAC, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Moeten we perceelscheiding maken met perceelbordje erbij. Lady Anna, soprano. Volgende perceel, soprano. Nog een ander perceel. En hier staan de spunta's. Tweedejaars spunta's. In spuitspoor Musica. Nog een tweedejaars spunta. En een derdejaars spunta. En hier staan weer Musica en daar staan Orchestra. Jelle is vanmiddag vrij, dus die is de koppakkers even wat netjes maken. Ik loop hier voor het perceel Rode Uien en daar staat toch nogal wat muren en ander klein onkruid. En om zo min mogelijk middelen
te gebruiken. Herbiciden, in dit geval contactherbiciden, heb ik de spotsprayer laten komen. Werk met lampen, camera's, automatische hoogtestelling. En er zitten denk ik om de 4-5 centimeter hele kleine dopjes. Die spuiten ongeveer 3 bij 5 centimeter. Dus omste beurten gaan de dop aan waar de camera een onkruid detecteert. Nou, dit schiet mooi op. Hij heeft er rode vloeistof bij ingedaan. Dus je kunt zien dat deze aardappelplantjes uit zaad geraakt zijn. Hier verderop besluit hij dus niet. Dus dan hebben de uien niet te lijden. Zal ik nog even kijken of ik de larven van de uienvlieg kan vinden. Want de vorige opnames waren niet echt scherp. Hier worden we niet gelukkig van die uienvlieg. We zijn weer een week verder. De gele uien rijd ik nu in. Wat ben ik nu aan het spuiten? En plus 5 liter per hectare, 26% stikstof. Kijken of ik ze wat op kan peppen om sneller te laten groeien. Want de dagen gaan tellen. Jelle is hier de kophakkers ook nog even aan het vlak maken. Nog even een hoek aardappels spuiten. Morgen hebben ze het over regen, dus goed beschermen tegen Phytophthora. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.